is het ook wel heftig is om te maken, of niet? Nou ja, god, kijk, om nou te zeggen dat het voor mij heel heftig zou zijn, dat is ook weer ongepast. Het is heel heftig voor de mensen die meegaan. Kijk, het zijn adoptiekinderen en ouders die, laat ik zeggen, niet het beste contact met elkaar hebben. En dan ook nog eens met z'n tweeën een week weggaan naar een plek die voor hen allebei natuurlijk emotioneel behoorlijk beladen is. Kijk, zo'n kind, ja, we spreken over kinderen, maar dat is allemaal in de 20, 30. Raoul gisteravond. Ja, Raoul, die gaat dan voor het eerst terug naar Colombia, waar hij is geboren. Ook naar de plek waar hij als tweejarige is gevonden. En dat doet hij samen met zijn vader. En eigenlijk met het idee van, ik wil in ieder geval weten waar ik vandaan kom. Maar ook, ik wil mijn vader ook toch nog een aantal vragen stellen en bepaalde zaken met hem bespreken die toch al die jaren tussen ons in hebben gestaan. Ja, want hij is op een straat gevonden. Hij heeft ook in een weeshuis gezeten. Gaat bij het weeshuis gaat hij kijken. Ja. En dan wordt hij zelfs herkend. Dat vond ik wel opvallend moment. Ja. Iedereen had volgens mij een eigen kaboutertje. Het ziet er precies uit zoals ik me kan herinneren. Raúl, no sé si recuerdas a Concepción. Ella es Concepción. De su concha. Sí. Nou ja, ik vind het wel speciaal om weer terug te zijn op de plek waar ik mijn leven begon, zeg maar. Dus dat vind ik ook zo mooi. Hij zegt de plek waar mijn leven begon. Hij was 2,5 toen hij daar kwam. Omdat hij gevonden is op een straathoek. En alles wat er voor die straathoek is gebeurd, dat weet hij niet. Dus die eerste 2 jaar zijn voor hem, dat is 1 groot zwart gat. En dan kom je in een weeshuis terecht en daarna word je geadopteerd. En hij was heel erg blij om daar te komen, omdat hij daar toch een soort van fijn gevoel kreeg. Dat is iets had van waar ik mijn leven, mijn bewuste leven, wat ik weet, ben begonnen. Dat is niet slecht geweest. De mensen hebben me hier liefde gegeven. Ik heb het hier volgens mij wel goed gehad. En dat is enorm belangrijk, merk je. Ja, wat je heel goed zag, is dat er ook nog eens een ruzie was met... ongemakkelijke situatie met zijn adoptieouder, met zijn vader met name ook. Maar die ook best wel agressief was, wat hij ook erkent. Ja. Maar dat komt goed daar dat uiteindelijk. Dat komt goed, ja. Kijk, je moet niet vergeten, als je inderdaad niet precies weet hoe je leven is begonnen. Kijk, we zijn allemaal puur geweest. Dan worstel je allemaal met de vraag, wie ben ik, waar kom ik vandaan? Als je niet weet waar je vandaan komt, dan is het niet zo gek dat je best kan ontsporen. En dat je dan ook dingen kan doen of kan zeggen naar je ouders toe die tussen je in kan komen te staan. Nou ja, dit programma probeert in ieder geval ook die gezinnen, die ouders en kinderen de mogelijkheid te geven om die reis te maken en dat soort dingen met elkaar te bespreken. En dat is hier toch wel heel goed gelukt. Alleen al het feit dat zij zien elkaar geregeld, maar het is altijd functioneel. Mm. En want zijn vader voelt zich nog heel verantwoordelijk voor hem en hij heeft af en toe ook nog wel eens wat hulp nodig. Maar dat ze met z'n tweeën iets leuks doen een week lang, dat klinkt als iets heel kleins, maar dat is ook wel heel erg waardevol. Ik zag het een beetje als spoorloos, maar dan op zoek naar een familielid dat jou kent. Je bent hem kwijtgeraakt terwijl hij nog bij je is. Ja. Nou ja, dat mag ik dat van je gebruiken? Want het is wel een hele mooie omschrijving. Ja. Het gaat om en deels een beetje jezelf vinden, van waar kom ik vandaan, maar ook om elkaar weer te vinden. Ja. Het is zullen we kijken hoe ze elkaar weer vinden, vader en zoon? Ja. Nou, wat ik eigenlijk nog graag tegen jou wil zeggen is, de laatste paar dagen waren zonder jou en dat was best moeilijk, maar het is me toch gelukt alleen. Ja, ik heb ook over een paar dingen na kunnen denken. Ja. Ik denk dat stukje van het internaat. Ja. Ik wil daar gewoon zand over. Ik vergeef jou daarvoor. En ik hoef het er niet meer over te hebben. En ik wil jou ook niet meer aankijken met een boze blik van, daar heb jij gedaan en het is gebeurd en het is klaar. Kijk, wat hij zegt van, hij heeft over het internaat. Hij is geadopteerd op zijn 4e, sprak hij Spaans. Is hij naar Deurne gegaan. Nu spreekt hij plat Eindhoven. Dat is ook wel heel erg mooi. Maar goed, hij was zo getraumatiseerd. Het is fout gegaan bij zijn adoptieouders. Die hebben hem op zijn 11e in een internaat gezet, omdat hij onhandelbaar was. En met pijn in het hart natuurlijk. En dat heeft hij natuurlijk zijn ouders enorm kwalijk genomen. Want hij heeft het gevoel van, ja, ik ben door mijn biologische ouders op straat gezet. En nu ben ik ook nog eens door mijn adoptieouders op mijn 11e... in een internaat gezet. Maar dit was voor hem het moment dat hij zoiets had van, ik wil het jou niet meer kwalijk nemen. Het is goed zo.